Jawel, 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 we zijn er weer. Oh. Episode 3. So, very well. Let's go, let's do this. Soundcheck, dit keer. Horen jullie me allemaal of niet? Ik heb nu al warm, ik ga mijn trui uittrekken. Yo, 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 yo. Zijn we in the house? Welkom bij de derde episode van Life Writer. We gaan weer een nieuwe beat maken. We hebben 2 episodes gewijd aan 1 beat. En now is about time om los te gaan. Op die tweede. Zo, ik wil iedereen even verwelkomen in de chat. We hebben Snake in the house. We hebben BTTN80. Of moet ik zeggen Button 80. En Gary. Avond Gary. Avond Gary Alden. Epic naam, by the way. Horen jullie mij goed en shit? Want vorige keer zat ik mezelf mogelijk gemute. So I'd like some words in the chat. If you can hear me. Yes, zie ik Snake zeggen. Dat is mooi. Alright. Then we here. Okay. Ah. Third episode. It's getting real. It's getting real now. Zoals jullie in de intro hoorden, dat was de beat van vorige week. En dat gaan we elke week doen. Dus dan heb je even 10 minuten de tijd om te viben op wat we vorige week hebben gedaan. En Snake zegt, we horen je loud and clear. That's good. That's very good. Ik had ook ontdekt dat ik de vorige keer mijn mic niet eens goed had staan. Dus jullie hebben me allemaal gehoord over mijn webcam mic. And that shit is whack. Dus als het goed is hoor je me nu nice and clear and deep and warm. So, I'm back. Let's do this. Elke keer wordt hij beter. We blijven gaan. Life Writer. Jullie zijn hier voor verhalen. Om verhalen te droppen. Waar ik dan vervolgens beats op ga bouwen. Right? We zijn in fase 1 speed beats. In de intro heb je ook kunnen zien hoe al die fases in elkaar zitten. In de sikke gedesigneerde, let's say, Grand Theft Auto loading screen. Gemaakt door Job Kind. Check Job Kind. Het Job Kind op Instagram. Hij heeft ook dit allemaal gemaakt, by the way. Deze. Good. Nee, die. Big hip. Bubble. Even kijken, daar staat in fase 1 gaan we beats bouwen, fase 2 gaan we gesprekken voeren en daar op basis van lyrics schrijven en fase 3 gaan we dat allemaal afmaken. And I'm gonna need you guys to finish that all up. Dus wees vooral geen creeper in de hoek, stil in een hoekje kijken. Mag natuurlijk ook altijd. Maar voel je vooral gesterkt om je verhaal te doen in de chat. Hoe gaat het met iedereen? What you doing right now? Ben je aan het koken? Ben je onderweg? What's up? What's happening? What's happening? Talk to me. Talk to me, please. Talk to me, please. Kijken. Wat is met mij allemaal gebeurd? Ja, ik... Ik heb mijn baard eraf geschoren. Ik doe even een beetje fatsoenlijk. Ik ga morgen namelijk weer proberen te acteren. Yes, I said it. En kijk, ik ben er 1 keer eerder geweest. Ik ben gevraagd om een rol te spelen in een serie. waarvan ik de naam nog niet ga zeggen. Door een regisseur. Waarvan ik de naam ook nog niet ga zeggen. Een oude vriend van mij. En ik kan wel zeggen, ik moet een... Een psycholoog spelen, een therapeut, which is hilarious. Because I need one myself, I think. Maar goed, dus ik moet morgen daar weer heen. Dus ik dacht even, oh shit, ik moet wel even die ruige baard een beetje bijwerken. Dus die heb ik even bijgemaakt. Er wordt nu heel hard gewassen bij ons thuis, zodat ik genoeg kleding heb om aan te trekken, om uit te kiezen straks in de wardrobe section. Anyway, that's what's going on with me. Eten, aandachtig kijken, of course. Wat zijn we allemaal nog meer aan het doen? Gary, what's up?
En Button, what's up? Vet dat je bent gekomen, man. Ik had jou al door op Instagram. En let's do it today. Let's do it today. Dus ja, I can't wait, man. Ik ga weer Logic induiken en een nieuwe beat maken. Something entirely new. Yes, yes, yes. Nou heb ik al in mijn soundcheck heb ik even iets zitten pielen. Dat was echt heel lomp. Dus ik ben benieuwd of iemand zegt van nee, hier moet je iets mee doen. Komt ie, wacht. We gaan flippen. Bang. Even kijken hoor. Het klinkt a little something like this. Yeah. Button is aan het koken en zo de zoo hier voeden. Nice. Heb je een hele gang at home? Praat ik tegen een vader? Tegen een co-vader, if you will. Because I'm one myself. Is het zo'n beestenboel in the house? En Gary, tell me man, wat is jouw situation? En los van wat je aan het... wat ben je aan het koken, by the way, Button? Need to know. Need to know what you're cooking. And what else? What else in life are you doing, man? What you up to? Ben je happy camping? Is het stress? Is het een keiharde strijd? Komen jullie allemaal een beetje de lockdown door op deze manier? Because hell is a struggle. Ik hoor van veel mensen dat het strijden is gewoon. En deze gekke beat luisteren. Ontspannend. Lekker, hè? Ik vond hem ook wel ontspannend. Nee, ik hoor iedereen met strijdverhalen van hoe ze deze tijden doorkomen. Ik ben ook benieuwd of iemand daar een experience in heeft om even te delen. Voel je vrij. Dit is what Life Writer is all about. We just write our life. Hey, Local Marco is back, baby. Dikke beat, man. Klinkt als een vette rock intro, die beat. Ja, ja precies. Beetje metal vibes, Snake. Holy shit. 3 minis op de bank, Button. Yo, oké. Full disclosure. Konnichiwa, akumatai beat. Full disclosure, metal vibes. Full disclosure, Button. Ik heb er eentje. Ik noem je Button, ik weet niet waarom. Ik heb er eentje, 1 kind en mijn vrouw wil heel graag een tweede. Geen idee of ze zitten te kijken momenteel. Ik ga het vanzelf merken vanavond. Maar ik wil ook een tweede, want dat is heel gezellig. Maar ik hoor wel van iedereen dat het echt struggle is als je van 1 kind naar 2 gaat. Omdat je echt in 1 klap gewoon is je leven voorbij. Ben je alleen maar de situation aan het redden de hele dag. Dus jij hebt nu 3 op de bank. Dus jij bent de grootste autoriteit tot nu toe over dit onderwerp. En obviously, kijk, misschien ben je er wel zo een die me aanraadt om er 5 te nemen, because it's fun, omdat je zelf al aan de overkant zit. Maar honestly, how you living, zeg maar. Snap je? Heb jij nog een leven? Ben je nog... Je bent op in de chat op Twitch, so I guess you have some sort of life. Hoe bevalt het, man? Hoe redden jullie het een beetje, zeg maar? Talk to me, daar ben ik heel benieuwd naar. Zo, chaos in de chat. Het gaat los hier. Fucking gezellig. Maxam 2, yo. Gaat ie, man? Kan je mijn naam zeggen? Zeker kan ik jouw naam zeggen. Kan je mij volgen? Maar dan zeg ik hem nog een keer. Of heb je me gevolgd? Want ik denk wel eens dat die feed gewoon te langzaam gaat. Shout-out naar Noah Init, by the way. En Noah Init 1234, want die heeft iets vandaag... heeft vanavond iets gevolgd. II Pax Pull Out Game Week. Zit er Kuma Jin. Hey bro, er komt een leeftijd, dan ga je voorbij die Pull Out Game. Dan hoeft dat ook al niet meer. Zeg maar. Dan wordt het meer een timing game, if you know what I mean. So yeah.
Max in the house. Lachen, man. Hey, je hebt me gevolgd. Sweet. Ah, ja hoor. Max Sam 2 volgt. Thanks, broeder. Epic. Als je nou volgende week nog even ontvolgt en weer volgt, heb ik waarschijnlijk een sikke animatie erbij. Zo. Dus die krijg je nog van me. Die hou je te goed. Snake zegt, nee bedankt, mijn kat is genoeg. Maar wacht eens even, want dat is een reply. Kijk hoor. Stuk. Die tweede is altijd alles wat de eerste niet is. Wow. No sleep, no peace. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Ja, precies. We hebben nu een hele chille. Dus kijk, mijn eerste baby, Lee, is een geweldige unit. Slaapt als een roos. En is fucking gezellig. En smart as fuck. Dus, like, het is almost, I don't want to jinx it. Like, iedereen zegt inderdaad, die tweede wordt dan terror in de terrordome gewoon. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Maar ik heb eigenlijk stiekem wel zin in. Dus we zijn er wel over na aan het denken. Maar, fulltime cat mom, zegt Snake Sestra. Lekker. Lekker. Dat is die categorie mensen die denkt dat katten zoals kinderen zijn. Little do you know. Second terror child indeed. Wacht. Dit kan meer terror. Wacht, zullen we gewoon... Je broer heeft ook 3 zoontjes? Damn. Het klinkt een beetje alsof we... Misschien gewoon even de... Yeah, kinderterror moeten maken. Wauw. Wauw. Damn, son. Dit is hoe in mijn hoofd een tweede kind klinkt. Laten we zeggen 3 kinderen op de bank klinken ongeveer zo. En je moet worstelen, want je moet koken. En die moet van school en die moet naar voetbal. Het is hustle, hustle. Het is hustle. You know? Dadness is a hustle. Damn. Sweet. A commentary beat can confirm dat de tweede wel met is. Kijk, zie, Button zegt, the real experience, man. Nope, valt mee. Totaal zijn het er 4, zegt hij. Oudste is bijna 16, dus die zit niet op de bank. Ik vind 1 pittiger. Hiervan maken ze elkaar. Right, oké, okay, of maken ze elkaar af. Dit is de soundtrack van die afmaaksessie. Oh, shit, ja. Ja. Ja, 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 ze houden elkaar bezig. Oké, dat is de main thing waar ik aan gedacht heb. Van fuck, ja. Hij moet constant bezig gehouden worden, right? Dus als Lee iets wil doen, dan moet het met ons. Of met een vriendje. En dan is dat weer een ding. Moeten we dat weer gaan organiseren. En ja, siblings is wel gewoon, you're never alone. Dus dat is wel... Ja, precies. Bij een neef zijn ze nog 5, 3 en 1. Dat is ook wel heel dicht bij elkaar. Kijk, Lee is bijna 5. Dus als hij nu een brada of sestra gaat krijgen... Dan hebben we het er over 5 jaar difference. Misschien wel 6 straks. En dat scheelt wel een hoop. Want dan heb je niet al die luiers tegelijk en al die shit tegelijk. So. Anyway, hoe komen we op kinderen überhaupt, guys? Hoe komen we op kinderen? Oh ja. Oh ja, er werd gekookt voor kinderen. Dope. Dope, dope, dope. Oké, okay, wie heeft er nog meer verhaal? Let's talk. Ja, yeah, talk to me. Je diepste shit, ja? Yeah? So, what's going on? What's on your mind right now? Waar ben je... wat vind je spannend? Wat vind je fire? Wat vind je gruwelijk? Waar ben je blij mee? Gelukkig mee? Bang voor? Mee bezig? Ja, yeah, talk to me. Stories. Hoe zijn jullie afgelopen 2 jaar door de lockdown heen gekomen? Like, wat is gaande? Wat is gaande? Wat is je origin story? Tell me about yourself, alright?
Dit ga ik in fase 2 doen met allerlei special people. Maar voor mijn gevoel zijn jullie ook special people. En ik wil van jullie ook je verhalen weten. Want het idee van Live Ride is dat ik jullie verhalen vertel. Right? Dus wat zit die uitlaatklep eens aan en wat zou je kwijt willen? Right? Wat zou je nu kwijt willen aan mij? Even, by the way, disclaimer. Ik ben bewust van de lag tussen audio en beeld op het moment dat ik Logic inga. Daar wordt er gewerkt. De nieuwe is besteld. En it's awesome. Dus ik hoop eigenlijk al dat we er donderdag vanaf zijn. Dan ga ik deze week alles overzetten. En dan hebben we gewoon een nieuwe machine. En dan lopen we gewoon purring like a kitten. Dus just so you know, I'm aware. And I'm very happy that you forgive me. Let's see. Local Marco is afgestudeerd in de lockdown. Oeh, dat lijkt me ook tough, man. Shit. Dan heb je niet die community party extreme beesten vibe die je normaal hebt tijdens afstuderen. Want het was allemaal scare, of niet? Veel in mijn vrije tijd gewandeld. Doorkomen. Er doorheen komen door stand-up comedy podcast. Bro, dat is sick dat je dat... Welke stand-up comedy podcast check je? Want dat is wel echt een ding. Ik hou erg van stand-up. En ik luister niet veel stand-up podcasts. Meeten met vrienden, sowieso. Sowieso. Ja, dat is een ding. Je hebt veel meer je... Zeg maar, je banden... Die dichtbij je staan. Je real friendships... Hetzelfde als je relaties, like hoe je gezin in elkaar zit, al die dingen. Daar kom je in één keer heel hard achter, right? Dingen die je misschien, mensen waar je misschien, die een beetje for granted nam of zo, omdat je toch bezig was. Word je opeens bij elkaar in de schoot geworpen. En dan moet je het opeens met elkaar doen, zeg maar. En dan weet je weer heel veel beter wat je aan elkaar hebt. Dat hebben wij thuis heel erg meegemaakt. Mijn vrouw en ik waren allebei kaart aan de hossel, over het algemeen. En dan was het een beetje een soort van beurten nemen met de kid opvangen. En toen werd het op een gegeven moment lockdown. En toen was het, oké, we mogen nergens heen. Dus nu zijn we opeens de hele week samen. Right? Dat was nieuw gewoon. En voor ons was het fucking dope. Want wij merkten echt van dat we een beetje chips in the night langs elkaar heen leefden, zeg maar. En toen in één keer, boonk, werden we samengebracht. En toen moesten we het met elkaar doen. En dat heeft ons in één keer mad sterk gemaakt tijdens de lockdown. Dus die was voor ons heel goed. Maar ik hoor ook veel van dat de statistieken in één keer losgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling en andere heftige shit. En alcoholmisbruik. En dat mensen echt wel helemaal niet wisten wat ze met elkaar aan moesten ook. In die lockdown. Dus ik ben altijd benieuwd naar verhalen om te delen met de wereld wat de wereld zou moeten weten. So, feel free om alles eruit te gooien. Ook Marco heeft al een sikke invloed gehad op vorige week. Vorige week de beat. Waarvoor thanks, Loco Marco. Ik weet niet of je hebt gehoord, in de intro staat hij. Dus als je de stream terugkijkt en donderdag is hij ook nog steeds in de intro. Dan de eerste 10 minuten is all about that beat, man. Dus ik hoop dat je daar een beetje redemption aan kan horen. Commentaar beat. Ergens in mijn achterhoofd wordt er geroepen dat ik moet stoppen met school. Ha! Ja. Je bent niet de eerste en niet de laatste, man. Veel studenten. Die soort van... met een harde realiteit worden geconfront. Of die heel erg goed gaan. Worden verleid om te stoppen. En ik ga je ook niet zeggen dat je dat niet moet doen. Maar ik denk er wel heel goed over na. Want het kan wel een zooi worden als je stopt. Zonder dat je echt een ander soort van plan klaar hebt staan. Maar nice. Goeie stoppen met school. Ja, quit that shit. Snap die emotie. Voor de show podcast met Steven Pop, Ryan Panday. Cool. Ga ik nachecken. Ja, thanks Marco. We zijn inderdaad een goed duo geworden. Ja, trio zelfs met die kleine erbij. Dat,
dat heeft ook geholpen of zo. Mijn relationship met hem is weer goed aangehaald en zo, omdat ik gewoon meer thuis was. En hetzelfde eigenlijk voor mijn vrouw. Dus ja, het is echt een nieuwe family unit gewoon. Veel mensen zijn juist ook single geworden omdat ze juist met zichzelf te maken hebben gekregen. Ah. Ja, ze tegen dingen aangelopen. Misschien bedoel je dan dat ze zeg maar, dat voor hun soort van sociale context, sociale wereld, eigenlijk een beetje een afleiding was van hun eigen issues. En als ze dan met hun eigen issues geconfronteerd werden, dat ze daar niet zo snel een oplossing voor hadden. En daardoor dat hun relationships achteruit gingen of zo. Want dat hoorde ik ook wel veel. Ik gaf ook les aan tieners en jongeren, ook online. Hoorde veel struggle. Ja, ik heb dat dus ook. Ik heb veel studenten gehad tijdens de lockdown. Ik heb een heel nieuw onderwijsconcept ook uitgevonden. Toevallig 2 dagen nadat de eerste lockdown begon. En daar ben ik heel diep gegaan met veel studenten over van oké, wie ben je eigenlijk? Wat is jouw kern en wat is jouw origin story? En eigenlijk, ik heb dit concept van LifeWriter daar eigenlijk ook bedacht. Van oké, hier moet ik iets mee. Omdat daar kwam een hele bijzondere verhaal uit. En daar kwam veel echtere muziek uit. Right? Dus toen dacht ik, oké, dat wil ik ook. Ik wil ook wat ik jullie nu aan het leren ben. Dus toen dacht ik, oké, ik ga gewoon muziek maken op basis van verhalen. Which is this. Right? Dit is wat LifeWriter is. Dus die struggle die je hoort, daar die hoorde ik ook. Heel veel statistieken kwamen tot leven opeens. Van, oh ja, shit. 1 op de 3 vrouwen is wel eens, moet ik even goed opletten welk woord ik ook gebruik. Het is niet per se misbruikt, maar wel ongewenst intiem. Heeft wel eens last gehad van ongewenste intimiteit, zeg maar. Dat range dan echt all the way van hele milde shit naar hele heftige shit. Maar dat geloof je nooit als je dat leest. 1 op de 3, hoe kan het nou? Weet je wel? Als je dan in een gemiddelde klas zit, dan zou gewoon 1/3 van al die meiden zou er last van hebben. En dat blijkt dus zo te zijn. Als in, ik krijg gewoon een groep voor mijn neus en opeens gaat alles open en ik hoor alle verhalen en denk, Jesus Christ, wat is dit voor wereld? Het kan heel heftig zijn. Maar het feit dat het dan eindelijk gedeeld wordt en dat het ook omgevormd wordt tot creativiteit, want die youths die zijn er op dat moment gewoon muziek over gaan maken, zeg maar. Dat is power. Dat is fucking veel power. En ja, de demons die niet meer achter in je hoofd jou zitten te influencen, maar dat zullen op tafel liggen en jij gaat er gewoon gestrekt met je elleboog op in en kneed je demons tot wat jij wil dat ze voor je worden, weet je wel. Want je kan ze nooit helemaal kwijtraken, want je draagt dingen bij je, maar je kunt wel de rollen omdraaien, zeg maar. Dus daar is dit ook voor bedoeld. Lockdown was een blessing voor Akumatai Beat. Er is gezocht naar wat verder ligt dan wat er eigenlijk aangereikt wordt. Ja. Ja. Ja, snap ik, man. Dat snap ik. Je wordt gedwongen om te improviseren. Ik heb als ondernemer, als business guy, soort van heel erg profijt gehad van de lessen die ik heb geleerd in het verleden. Which is risicospreiding, right? You gotta do multiple things and not just one. Waardoor de tour die we door midden werd gehakt, waar ik opeens niet meer kon spelen en mijn hele soort van solo project opeens op pauze stond. Dat mijn onderwijsbusiness alweer soort van in een aantocht was en toevallig net een project gaande was. En dat project heb ik gewoon zo geneeld dat ik ben doodgegooid met opdrachten tot het eind van de lockdown. Dus heb ik heel veel onderwijs gedaan. En nu bijvoorbeeld weer voicewerk, weet je, dan spreek je ergens wat in voor een bizar bedrag. Omdat het een of andere automerkcampagne is. En dat levert dan ook weer heel veel op. En zulke dingen, daar moet je gewoon voor openstaan. En niet al je shit gooien op één ding. Niet al je, nou ja, niet op, nooit op één paard wedden, basically. Dat cliché is echt true. En dan moet je dus inderdaad verder zoeken dan wat er aangereikt wordt. Loco Marco zegt, pandemie is een vergrootglas op ongelijkheid. Wauw. Ja, that's true, want je ziet mensen die hopelozer in het leven staan dan jij misschien, die nog veel harder getroffen worden dan ze normaal worden getroffen. En
En bijvoorbeeld, local market, ik weet niet of je dit bedoelt, maar waar je woont, right? Als jij een huis hebt, zeker met een tuin bijvoorbeeld, ten opzichte van een flatje, ergens op 10 hoog, en je moet opeens in lockdown, wat een verschil in levenservaring heb je dan opeens, right? Want de mensen in flatjes, die zijn de hele dag buiten en onder de mensen, en die leven van hun, die ademen tijdens hun sociale leven, zullen we zeggen. En mensen die gewoon in grote cribs wonen, die ademen gewoon in hun eigen backyard, no problem, right? Bedoel je dat een beetje met die ongelijkheid die opeens heel zichtbaar wordt? Oh, Commentaar Beat zegt dat mensen juist ontwikkelen als individu en daardoor niet meer passen met hun partner. Niet meer helemaal, of misschien hebben hun partner niet eens meer nodig hebben. Ja, dat zou best wel eens een positief ding kunnen zijn, right? Dat je gewoon... Kijk, onder... Oké, hier is een wijsheid. Pax Wisdom. Iemand, mark the number. I'm about to drop some wisdom. Nee, ik had deze week weer de realisatie in gesprek met mensen. Relaties die ontstaan onder extreme situaties zijn niet houdbaar, right? Dat is een bekend gezegde en dat ga je ook merken. Want door de extremiteit van de toestand waaronder een relatie tot stand komt, gaat die relatie ook alleen maar gedijen in extreme toestand, right? Dus je hebt een soort van eeuwige motivatie om gekke dingen te doen, domme dingen te doen, om spanningen te hebben, om ruzie te maken. Want dan is het misschien weer zoals het was toen het zo extreem was, toen het ontstond. Right? Daarom zijn relaties die gecreëerd worden in extreme situaties gedoemd om te falen. Maar als je relatie in een steady base ontstaan is, in een rust, right, dan in één keer is de extreme situatie een test voor die relatie, right? En kan opeens blijken dat onder een extreme situatie je eigenlijk geen moe hebt aan die persoon. Which means, when shit hits the fan, they're useless. Okay, damn, nu denk ik opeens, I need to change my relationship. En dan kan het weer een reality check zijn. Freaking paradoxaal, right? Dat is wel echt een ding, man. Fucking hell. Extreme situations. Oh, oké. Dit wordt er een vandaag. Ik voel hem al komen. Well, hello, Candy. Well, hello. My wife in the chat. Gotta love that. Well, hi. Colonel Eliza in the house. My FIFA brethren. Fucking gezellig. Akuma gaat even lurken. Is goed, jongen. Doe je ding. Thanks voor je inspiratie. Nu alweer nailed. Sweet. We gaan je missen. Zeker. Niks tegen fletjes, bro. Nee, Colonel, that's true. Want ik weet dat jij in Kanaland in een flat woont. Utrecht in de house. En nee, inderdaad, niks is zwart-wit, right? Dus je kan ook, als je een heel peaceful leven hebt, je shit goed voor elkaar hebt, heel veel zorgen niet hebt, een goede relationship hebt, ook in een flatje gewoon gaan. Maar Colonel, denk even, als jij twee kinderen had in diezelfde flat en je moest binnen blijven. How is that gonna be? Oh. Welkom Marco zegt precies dat, Pax. In lockdown met veel kids in kleine woning. Ga dan maar naar je huiswerk maken en werk in je toekomst en zo. Yep, exactly. But nee, die zegt same here. Ondernemingen op een laag pitch en vooral aanpassen aan nieuwe vormen vinden. Qua skills en inzichten rijker geworden en juist meer tijd gevonden. Lee says hi, zegt Candy. Lietje kijkt ook. Lietje. Mijn zoon is aan het kijken. Hey zoon, even zwaaien. Hi.
Ik hoop dat ik op tijd mijn beat af heb om jou in bed te stoppen, goed? Alright. En zo niet, slaap lekker. Luister naar je moeder. Pas erop. Oké. Okay. Besef je dat mijn buren met z'n vieren twee kamers delen, zegt Colonelizer. Jeez, ja. Snap je? Dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Vandaar dat was het Marco die zei? Dat de lockdown, de pandemie, is een vergrootglas op ongelijkheid, ja. Damn, son. Ja, man, die pressure cooker. Volgens mij is dat de vibe, guys, vandaag. Die pressure cooker, die... De stress, een beetje stress, een beetje... Ja. Gong, gong, kakao, gong. Maar ook wel een beetje, misschien wel een beetje beautiful chaos ook. En wat ik zie mensen wel adapten, man. Ik zie wel power in de chaos ook ontstaan. Misschien is dat het power en chaos gewoon vandaag. Thema van vandaag. Power en chaos. Oké, wacht. Ik ga even. Aanvullen met een power in chaos. Was het. Ja, het was nog niet heavy genoeg, guys. We moeten wat meer heavy nog. Wacht even, er zit er eentje scheef. Die kan ik fixen. Oude drumleraar me nu zou zien, dan zou hij waarschijnlijk omdraaien in zijn bed. Want hij is volgens mij nog niet dood. Kijk hoor. Nee, ik ga het niet quantize, ik ga het niet rechtleggen. Ik wil juist even die swag erin. Ah, ah. Said.
video cymbal. Zelfs. Cymbal. Bang. Ding ding. Dit is het. Give me automation. Give me automation now. Yeah, there you go. Latch. And... Boom. And then read. Yeah. Goed idee was dat, Colonel. Like a king. Yeah. Lee, als je nog kijkt, nu is het moment om op de bank te springen met mama. Volgende instrument, let's go. Come on. Goede tijd hier, zegt Button. Keep on grinding, ik kijk er terug. Vet man, vet. Thanks for being here. Eet smakelijk. Get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it. It's a beautiful chaos. Yeah. Needs a symbol. What else? What else we need, guys? Perfect chaos. Jill Vien, hoi hoi. Welkom, welkom. Harde drums, zegt ze. Ai, ai. Keihard, keihard. Hey, we hebben nieuwe followers ook, man. Danu Kanu. Welkom, welkom, welkom. Yes, welkom, welkom, welkom. Welkom, welkom. Be like water, zegt Marco. Dat is ook nice. Die gooit nog even terug op de flexibiliteit van de lockdown. The pressure got to go somewhere. Got it, beautiful chaos. Pressure got to go somewhere. It's beautiful chaos, chaos. Pressure got to go somewhere. It's beautiful chaos, chaos. Pressure got to go somewhere. It's a beautiful chaos. Pressure gotta go somewhere. Where? It's a beautiful chaos. Pressure gotta go somewhere. Where? It's a beautiful chaos. Gotta go somewhere. Where? It's a beautiful chaos. Pressure gotta go somewhere. Where? It's a beautiful chaos. Where? It's a beautiful chaos. Pressure gotta go somewhere. What else, what else, what else we got,
Even kijken. Praat je binnenkort wel een tweede kid aan, zegt Button. Yeah, Button, je bent nu al de favorite van mijn vrouw. Dat weet ik, kan ik je nu al vertellen. It's a beautiful chaos. Dus, pressure gotta go somewhere. Ik hoop je donderdag terug te zien, man. Dan kan je checken hoe ver we zijn gekomen. So, the devil's horns right back at you. Yeah, stuck in the house ook, man. Yeah, fuck yeah. Baas, man, zegt hij. Iets melodisch met kleine secondes. What the hell are you talking chaos. About, son? Pressure gotta go somewhere. Die heb ik even opgeschreven, die mute ik wel even. Maar iets melodisch vind ik wel nice. Zijn we daarmee eens, guys? Willen we iets melodisch? Kleine secondes. Kijk of ik achter kan komen wat kleine secondes zijn, ja? A.k.a. het lag monster. Als het goed is, loopt mijn video nu wat achter bij mijn audio. But guess how many fucks I give. Oké, kleine secondes. Leg even uit. Oh ja, C.A. zegt, ik kom het type niet. You thought you were gonna lurk, but you're gonna learn someone instead. Learn something. Kleinste afstand die twee noten van elkaar kunnen. Right, oké. Okay. Wacht maar tot Niels Broos komt kijken, die volgt ook al. 3 dagen geleden begonnen met volgen. Wacht maar tot hij gaat kijken, dan gaat hij me uitlachen. Een smerig lachje erin. Zo hè? Yeah. Oh, thema van Joyce. Ja, like it. Ik heb even wat smerige lachjes erin gezet, dan vergeet ik het niet. Jaws met een beetje tempo. Oh yeah. Goeie tip, hé. Damn, bijvoorbeeld. Zit stijf. Lekker, man. Hé, hey, dit werkt lekker. Oké. Okay. Bang.
Yes, we saved. That would have been a problem. I would have been depressed and probably kill myself on screen. All right. At least I'd be famous. Even kijken hoor. Hij komt uit Beat Hard, daar zit die. Chatje is lekker bezig. Kunnen luisteren. Secundus, lekker star. Educated me there. Nice. Thanks, star. Het gaat mijn biertje worden. Oeh, zegt Akuma. Een dier. Dope weer dat gedacht op twitch.tv. Daarom, star. Je weet toch. We gaan gewoon een hele nieuwe shit doen op Twitch, jongen. We doen gewoon samen beats bouwen, man. Vroeger deed ik dit gewoon op de bank. En nu is het gewoon on Twitch. Who gives a shit? Why not? Misschien is met pannen erin. Wauw. Dat is de eerste links hits en de andere rechts. Ik krijg donderdag een ding in je face. Huh. Oké, pannen gewoon. Bling, dong, gang, gong. Dat is wel echt dat ding. Is dat nog steeds dat die coke sessie van Barton? Die is al weg. Maar iets in je face inderdaad. Stag zegt, die layout van je stream is ook te gek, man. Is ook gek. Ja, is ook gek. Weet je wie dat heeft gemaakt? Freaking Job Kind. @JobKind op Instagram. Gewoon Job als in job en kind als in kids. What we've been talking about. Dus de universe wil dat Job Kind weer een big up krijgt. Dat krijgt hij waarschijnlijk iets van 3 keer per show. Maar de man verdient het ook nog. So. Dat is een refrein. Een ding in je face. Panning. Geen pannen. Oké. Oh, shit. Oh, met pennen erin. Wauw. Oké, this is hilarious. Wauw. Oké, ik hoor dus echt pannen gewoon. En je had het over panning. This is so good. This is so fucking funny. In de keuken ligt nog wat pannen. Ja, we hebben hier... Ik ben te gast, by the way. In de building, Kanaalweg, waar Stag hier naast zit in de stu. Ik weet niet of hij nu aan het werk is. Waarschijnlijk niet, anders staat hij hier niet in de chat. Maar ja, er is een keuken. Dus ik kan letterlijk ook gewoon even naar de keuken lopen. Even kijken of ik wat pannen kan vinden om op te nemen. Misschien wel dood. Mijn moeder zegt altijd, de beste dingen worden verzonnen als je elkaar verkeerd verstaat. Right? Dus ik ga literally op zoek naar pannen zo. Pak even een pan, ouwe. Why not? Oké. Akuma, hou jij eens even bezig. Ik ga even kijken of er een pan in de house is. Hold on. I'll be right back. Oh, yeah. Back. Got it. Zo. Daar de pannen in de keuken. We back. Oh, cooking beats. Hell yeah. Thuisbezorgd. Oh, wat koken jullie het liefste? Vraagt de commentaar. Mijn is lekker simpel. Kip wraps. Heet altijd goed. Lekker, man. Edo is die de boot in de fik zetten. Hè? Nice. Oké, let's see. We'll be right back.
was aan het koken. Terwijl we begonnen. Dus die gaat echt een dedication krijgen. Oké. Okay. Begin was hij te hard sowieso. Ik denk aan het einde dat hij bereikbaar is. Zo. Dan gaan we nog even... Fuck around, man. You got a good idea. I'm doing it. Nou, laten we even... Zo. Loop. Loop, motherfucker, loop. Bang. Weet zo. Hij heeft een hogere boventoon. Ja, yeah, die. Oké. Okay. Nice. Dit is de eerste. Wavefiles zijn net honden. Je moet gewoon... Dan moet ik die loop even uitzetten, ja. Come on. There you go. Yeah, that's better. Alleen. Probably better ways to do this, but who cares? Probably better ways to do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. There's probably better ways to do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. Probably better ways to do this. Als ik ondertussen dingen roep die funny zijn, dan I'm obviously gonna record that shit. Ik denk dat ik goed lig, maar we'll find out, I guess. En dan heb ik nog een pannencombinatie.
damn. To do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. There's probably better ways to do this, but fuck you, yeah, I'm just gonna screw this up. Probably better ways to do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. Probably better ways to do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. Probably better ways to do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. There's probably better ways to do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. Probably better ways to do this, but fuck you, I'm just gonna screw this up. Okay, waar zijn we? Cooking beats. Commentary beat zegt weer dat hij gaat lurken. Okay, let's chat, let's find a way to bring him back once again. Mag wel iets onvriendelijker. Kinderen slaan ook lekker ruig. Right. Heeft die mic zelf automatische compressor? I don't know. Vanaf hier zouden al die plannetjes wat zachter kunnen. Oké, ja, dat heb ik denk ik gedaan al, of niet? Ik zou wel... Kan nog wel wat meer? Eventueel. Beats by Tefal. Zegt Loco Marco. Colonelizer. Because he is the seasoning a wise Jamaican man told me once. Hell yeah, Colonelizer. What a cano is natuurlijk ook een hoger. Oh, yeah. Fucking hell. De chat is aan vandaag. Gotta love that shit. Hey, als je wel in de chat zit, maar nog niet volgt en de notification bell aan hebt. What the hell is wrong with you? Okay, fucking hell. Okay, jeez. Woo! Okay. What's going on, chat? Talk to me. Waarom kan ik niet subscriben, zegt Star? Ik krijg geld aan me verdienen. Ja, true. Omdat ik daarvoor affiliate moet zijn. En dan moet ik een maand lang soort van streamen, ongeveer. Commentaar beat, weet de details. Get that thing in your face. Ja, dan kan ik affiliate worden, Twitch affiliate. En als je Twitch affiliate bent, kan je subscribers hebben. En bij Twitch werkt het inderdaad zo dat subscribers paid is. Dus dan ga ik doekoe krijgen ervan. Dus als we straks deze plaat daadwerkelijk willen uitbrengen, dan wordt het interessant om inderdaad subscribers te gaan weken. So if you guys want to be humanoids... if you will, tegen die tijd, dan ben ik daar natuurlijk eeuwig dankbaar voor. Maar dat is nog niet aan de hand. Is maar eens volgen en de ding in your face. Get that ding in your face. Ding, 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 belletje. Yep. Die hou je te goed. Kijk, thanks, dag. Schrijf maar op, ja. Elke keer als je een impuls hebt om te subben, dan vink het maar aan en dan krijg ik ze straks allemaal tegelijk gewoon. Nice, thanks man. Dope. Hey, kaart de beat, guys. We zijn een uur bezig. This is dope. Are we done, though? Because it don't feel like that. Kijk. Wat
accepted, my sons. Ik ga gewoon even door. Something like that, guys, of niet? Sorry, moest ik even doen. Because I had a good feeling about it. Oh my god, guys, save again.
ga ik die pannen, if you will. Even pannen. En dan krijgen we... Holy crap, guys. Jeez. I love this so much. This is my jam. Okay. Okay. Dit wordt de album, jongen. Tering. Alright. Oh yes, oh yes. Die gaan wat zachter, als het goed is. Bang, bang, record enable uit. Wat wijder. Yeah. Oh my god, okay. Sorry, ik moet even, want anders word ik gek. Ik ga non-stop door. Even kijken. Yes. Kennelijzer patenteer ook deze collaboratieve way of beatmaking. Voor dat spinning en zo de bandwagon kapen met Martin Garrix. Let them try, motherfucker. Nee, ik, I don't care, man. Ik geloof in open source. Dus we kunnen samen alles maken en dan alles delen. Nee, for real. Please, all do LiveWriter and then we'll have fun together. Alvaya said yes. En Snake Sister zegt, maar echt, good one. Shafstagram is in the house. Ja, stack die vocal met een tets. Bang. Is dat, was dat de tets? I think so. Oh, waar is het koortjes? Kus, kus, Johanneke. Oh my god, Johanneke. How you doing, girl? Keihard. Wat gruwelijk. Ja, jij weet alles van koortjes af. Je bent een van de masters in the universe met die shit. Kernelizer, stack die vocal met een test. Nice hoe de straat en conservatorium meeten. Maar echt, ja. that's my favorite language, is stack die vocal met een test, bruh. Dag Platenkamp, haha, was letterlijk dezelfde harmonie aan het zingen. Ja, dat dacht ik echt al gewoon. Jij bent echt ook die sang guy. Avaya zegt, same, ja. Yeah. Dus, stacking. Great minds think alike. Vet dit, man. Killer. Plakkie kaas. Kernelizer krijgt een gele kaart. Pas op, hè. Pas op, nog één FIFA reference en je krijgt rood. En dan kick ik je uit de chat, hoor. big up, Colonel. Wij spelen altijd co-op FIFA. Moeten we ook een keer gaan streamen. Maar dat komt nog wel. Voetbalcomputerspelletje voor degene
die zo wereldvreemd zijn dat ze niet weten wat FIFA is. Stag Platenkamp zegt streamload een klein beetje achter op geluid. Klopt. Maar dat is een processor ding, denk ik, maar dat is alleen als je de beat aanzet. Ja, ik zei dit al aan het begin van de show, maar ik zeg het nu nog een keer. We hebben inderdaad die lag, dus het beeld loopt achter op het geluid. Dat ligt inderdaad aan de processor, aan mijn MacBookie. Want die komt uit 2015. Lachpauze. Maar de nieuwe is besteld. Dus die krijg ik niet vanavond, maar hopelijk dan morgenavond binnen. Technically is dan de 1 tot 4 werkdagen op. Ja, in doemscenario dat ze te laat zijn, heb ik donderdag nog één keer deze lag. Maar de beats zijn er niet minder sick om. Dus ja, vind ik dus ook dat hij het best wel goed doet nog. Ik ben heel surprised. De eerste episode hadden we heel veel kraak, maar dat lag omdat ik zelf de buffer size had opgefokt in Logic. En de famous Arch the Beat Doctor slapped my face en fixed it. So, ik kan in elk geval weer fatsoenlijk beats maken. Alleen loopt het beeld gewoon achter af toe. Zeker als ik, hoe meer ik doe. Ik kan het ook niet fixen. Ook niet achteraf, omdat de lag is het anders. Ik heb geprobeerd een edit te maken van vorige week. En ik heb dus al wat highlights. Alleen die lopen allemaal achter, maar allemaal anders achter. En ook in een soort van boog anders. Dus niet zo van, nou, ik kan hier dit terechtleggen en daar dat terechtleggen. Maar het is echt per woord dat die gewoon varieert. Dus dat is niet te doen. Dus ik ga gewoon nog een gelagde soort van samenvatting van de eerste beat online gooien. Net zoals dat deze highlights waarschijnlijk ook op YouTube komen. Dus als jullie nog niet op het YouTube kanaal zijn geabonneerd, is dat ook even een ding om te doen. En Instagram, want daar gooi ik ook altijd als er shit weer aankomt. Of als je bijvoorbeeld de plaat een beetje gemist hebt, daar hebben we alles online staan. De clip van Profitable Love. Shout-out Niels Broos en shout-out Safi Grauw, waar ik die clip mee gemaakt heb. Dat was mijn regiedebuut. En morgen ga ik weer naar de set voor mijn acteerdebuut. Lol. Wie had dat ooit gedacht? Ik heb geen idee hoe cringe het is of hoe goed. Dus please cut me some slack. Ik heb geen idee. Het komt dit jaar ergens al uit, volgens mij. So, we'll see about that. Vandaar dat ik me geschoren heb, in case you were wondering. Ja, ik kan niet wachten om hem weer aan te zetten. Wie wil hem horen? Oké, voordat we hem aanzetten wil ik ideeën alvast. Zijn we al klaar? Is dit de beat? En gaan we de donderdag verder? Of hebben jullie nog ideeën? Hebben jullie nog ideeën die vandaag moeten worden gemaakt? Ja? Nu, laatste kans. Ik ga hem nog niet aanzetten, maar nu uit je hoofd. Think what we need. Oké, we begonnen in een keuken. Het was, we waren voor 3 kinderen aan het koken. En toen in een keer was mijn zoon... live. Dus toen heb ik een shout-out gegeven aan mijn kind. En toen hadden we het over meer dan één kind. Is chaos. Maar is beautiful chaos, right? Dus hebben we beautiful chaos gemaakt. Dat is waar we nu zijn. En toen zei iemand dat ik moest pannen. maar ik las pannen. Dus toen ging ik pannen halen om pannen op te nemen. Nu hebben we pannen opgenomen. En die heb ik ook weer gepand. En toen hoorde ik liedjes in mijn hoofd. En toen heb ik dat opgenomen. Alvaya zegt fluitje. Voordat ik hem aanzet, fluitje, wauw. Fluitje, ik heb nog nooit een fluitje in een track gedaan. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Ja, zegt Loco Marco, no. Kinderlach, wauw. That's cool. Kinderlach kan ik wel fixen. Maar dan, ja, dan zou ik donderdag... Nee, want donderdag beginnen we pas om 7. Dan ligt Lee al in bed. Maar misschien mag hij wel even wat later op... om één lachje te komen opnemen met jullie. Dat kan ik misschien wel organiseren. We'll see. No promises. Moet ik overleggen met mama namelijk. Een sample, een homage. Carnalizer, wat doe je me aan, jongen? Ik sample toch bijna nooit? Splice heeft alle samples. Alles. Homage. Ja, dan moet ik die ook nog clearen, guys. We don't need no sample. We don't need no sample. Hey, welkom trouwens Homebase Groningen die volgt. Jill Vian volgt nu ook. Dope. En Stag Platenkamp had ik ook nog niet bedankt voor het volgen. Super chill. Vanaf, misschien niet volgende week, maar de week erop heb ik animaties bij elke keer dat iemand volgt. Dus een flank, een soort animatie in onze face met een sound. Dat schijnt vet te zijn, dus dat ga ik checken. Ja, Legal Troubles. Ja. Skip. Ik doe geen sample. Kinderlach. I'm gonna see if I can work on it. Tot nu toe is fluitje the only thing. En het is gesecond door Local Marco ook nog. Misschien is die opnemer dat iets in een microwave doet. What the fuck? Splice samples hoef je niet te clearen. Nee, precies. Maar dat zijn ook niet de classics, toch? Je wil een hommage doen, dan heb je dus niet zoveel aan splice samples. Maar dat kan wel. Ik kan natuurlijk altijd drums of weet ik wat allemaal gaan checken. Maar die kan ik dus net zo goed zelf inspelen, zoals we hebben gehoord vandaag. Dus
niet per se nu dat ik denk, dit heeft nog splice nodig. Maar, fair enough. Maar out of the box. Kinderlach, fluitje, inderdaad, die soort shit. Wat? Een klap, een ding, een whatever. Misschien gewoon een sound, misschien wil je wel een piano horen of een... something. Of als je in de keuken sfeer wil blijven, kun je ook nog een staafmixer geluidje gebruiken of zo. I like that. Staafmixer. Moet ik gewoon... Ik heb niet eens een staafmixer. Maar ik kan wel... We hebben vast wel andere shit die geluid maakt thuis. Keukenshit meenemen. Oké, ik ga volgende keer checken wat ik mee kan nemen donderdag. Ik zou nu zelf een beetje dingen gaan slepen om een soort boog te maken. Of gaat het even om het loopje? Ja, nee, ja, Stag, daar heb je wel gelijk in, man. We moeten misschien even gaan kijken naar de ontwikkeling van die beat. Zijn daar suggesties voor? Waar begint dit? In chaos, right? Je doet de deur open. Klak, bang. Misschien is dat het gewoon. Gewoon een één snare begint die shit mee. En dan is het meteen volle bak, of niet? Of hoe doen we dit? Hoe bouwen we dit op? Keukenmachine? Exactly. Nice. Oké. Okay. Ik ga een fluitje, kan ik het enige wat ik nu kan doen. Dus die ga ik dan even checken of dat werkt. En dan ga ik even kijken naar de boog. Ready? Komt-ie weer. Bedoelde je dat niet met het fluitje? Misschien bedoel je wel heel wat anders. In de zomer en all is good vibe. Hell yeah, Marco. I with that shit. Awesome. Even kijken, dat je de deur van de microwave dichtgooit en dan dat piepje. Schlak. En dan bang. Ja, zeker wel. Shit, maar dit moet ik dan nog wel opschrijven. God, I'm in love with this tune, guys. Jeez, wat zijn jullie gruwelijk. Hallo, hé. Wat een beat. Hij is veel, hè. We moeten misschien even een paar dingen op hun plek gaan zetten. Even kijken, want we hebben... Remember? Wauw. Hoe worden die royalties eigenlijk verdeeld, zegt Kernelizer. Oh my god. Wauw. Dat is echt een goed idee. En dit...
Maar dat we alle royalties gaan verdelen onder iedereen die meedoet. I really actually like that. Alvaya, oh my god, doe die woo erin die je net spontaan zei. Casual woo, ook gewoon die, ja. Welkom Marco, gaat stuk. Stag, ik ga even eten regelen. Thanks, super leuk om je te zien. Notificatie staat aan. Yeah, Stag, beter wel, jongen. Donderdag, 7 uur, zien we je dan. Alright, de woo erin. Oké, wacht. Zelf echt gewoon te impressed. Ik ben echt in love met die. Ja, dat? Oké, okay, nice. Thanks, Alvaya. That's what we needed. Colonel wil zijn royalties zien. Hoe gaan we dat organiseren? Snap het wel. Ik snap het wel. Ik vind eigenlijk dat jullie allemaal royalties verdienen, sowieso. Maar die betaal ik sowieso al terug in love. Dat weet je dat alvast. Like, jullie krijgen al sowieso allemaal je equal cut in love. Damn, I'm such a dad. Alright. Just bring FIFA, said Colonel. Yeah, that's what I'll do to pay you your royalties. Just play FIFA with you. How about that? Oh my god. Shit, oké. Okay. Nice. Ik blijf echt ook met die dit is zo'n loop door een drukke stad in de zomer en all is good vibe. Dat en springende kinderen op de bank. Oh, kunnen jullie niet even die clip alvast maken of zo? such a dad. Damn. Ik vind hem dus een beetje vol. Het is natuurlijk chaos, moet ook chaos zijn, maar er is iets... Hij moet een soort van een mix krijgen, dat alles een beetje iets meer op een plek ligt. Zomer hit, zegt Kernelizer. Hell yeah! Volgens mij worden alle zomerhits in de winter geschreven op basis van verlangen, zegt Kernelizer. That's beautiful. That's really beautiful. And I would not be surprised. Ik heb geen idee of dat true is of dat je dat zojuist verzint, maar I really love that. Het is ook fucking koud buiten, maar het is hier binnen fucking warm. En jullie, ik krijg warm van jullie in de chat gewoon, vibes. Button, oké, okay, niet stilgezeten hier. Ben klaar met eten en ik zit in de zomer. Ja, Button.
Bro, je hebt no idea. Ik wist niet dat je terug ging komen. Maar check. We hebben op basis van jouw keukenvibes... hebben we pannen opgenomen. Look. These pants. These dirty old pants in de studiokeuken. En die klinken zeg maar zo. In het kader van de beautiful chaos. Op de beat. Like this. Oh. Dat zijn de koortjes. Dit is gewoon jouw keuken met drie kids op de bank en overal chaos. En dan vangen we hier met een baslijn op basis van de start. Die zei, ik wil die seconde, die kleine seconde. Zeiden we allemaal wat de fuck is, een kleine seconde. En toen zei Star, yo, you know Jaws? En dan denk ik, right? En hij zegt, ja, dat. En toen zei Colonel, ja, maar dan moet sneller. Ik zei, oké. Dus toen denk ik, en toen parieerde ik daarop. En toen zei Star, van yo, je hebt wat pads nodig. Iets wat langer ligt, iets niet staccato. En toen kwam dit. Stopgezet en toen zei ik, oké, nu moeten jullie één ding zeggen wat ik nog ga doen, maar dan zonder hem te horen. En toen zei de genius Alvaya een fluitje. And then I did this. En even kijken. Ja, toen volgens mij nog. Ah, toen deed ik woe, dat ik naar mijn zin had. Toen zei of hij dat ook moest opnemen. Dus dat heb ik gedaan. Wauw, Alvaya zegt die beats klinken nu een beetje alsof iemand met een takje langs een mentale hek loopt. Childhood memories. Oh shit. Man, ik voel die echt gewoon. Ik voel jullie vandaag echt keihard, niet normaal. Hit it. Ik stuur wel een audio van mijn kids op suiker. Ik bedoel, je hebt chaos en chaos. Ja, please do. Je hebt tot donderdag 7 uur om die aan mij te sturen. Eigenlijk liefst iets van 5 uur, want dan bereid ik hem even voor en dan gooi ik hem erin. En dan gaan jouw kids
op suiker in deze tune, in de intro of zo. I don't know. Er is ook wel een magnetron trouwens. You fix that too. Ik weet niet, met het ding, die zal ik ook wel even organiseren. Oh, this is gonna be fun. Ik denk niet dat ik de hele de opbouw van de song ga bouwen nu. Dat is relatief saai werk. Dan moet ik een beetje zo uitspreiden. En ik denk dat er gewoon een intro moet komen. Oh ja, ik wil wel even die snare en dan bang. Even kijken hoor. Ik heb hem nu gewoon helemaal vol gebouwd. Ik zet hem even vanaf hier. Move automation. Pardon. Oké. Hebben we een snare? Ah oh ja. Maar dat is niet echt een snare. Maar ik ga hem toch even gebruiken. Let's. Kijken of dat werkt. Smack. Let's see. Oh. Come to me. Yes. Yes. Die rekken we een beetje uit. En dan mag die. Wat is die 4? Is dat hier? Die is natuurlijk veel te licht. Dan moet inderdaad die... Die magnetron deur. Dat. Dat idee. Even kijken. Ik neem dat wel even op voor de vorm. Dan hebben we dat idee alvast. Shit. Fuck it up. Te hard. God damn it. Dat idee. Maar dan zonder al deze business. Nice. Een dirty overhaard. Ja. Komt goed, komt volgende keer. Dus ik denk dat we hem... Ik denk dat we hem afronden. Wat willen jullie nog? Willen jullie nog iets? Want dan ga ik dat doen. Maar als jullie cool zijn, dan gaan we gewoon donderdag verder, man. Met nieuwe ingrediënten. If you will. If you catch my drift. New favorite song dit. Nice. I love that. Thank you so much. Niet voor dat compliment, maar voor de song. Because you gave that to me. Deze komt gegarandeerd op het album, durf ik nu al te zeggen. Like, if I fuck this one up, I don't deserve an album at all. So, dit wordt er gewoon één. Oké. Ik ga hem nog één keer aandoen. Ik wil nog één rondje van mensen. Zijn jullie cool? Wil je nog iets kwijt? Moet ik nog iets doen? Wil je nog iets zien? Wil je nog door? Of zal ik gewoon even deze gewoon even op repeat zetten? Oké, you know what? Maybe. Just maybe. Build it out just a tiny bit. Oh my god, guys. So happy with this one. Crazy. Kijk, als jullie gewoon blijven komen, dan I don't give a fuck. Als jullie er zijn, hè, want de meeste streamers hebben dan gekke aantallen volgers en volle chat waar je niks in kan vinden. Aye, aye, we back. Yo,
Hey, Akuma, check het, man. Zo dope. Het is nog wel nog chaotisch, maar meer warm of zo. Beeld me een scenario in waar de kinderen met druk zijn, maar dat de ouders er wel om kunnen lachen of zo. Ja, I don't know if that makes sense. That makes total sense. Total sense. Dat is ook de zomerse vibe. Dat is precies wat Marco zei over lopen door een straat, drukke straat in de zomer. It's like, there's chaos, but it's beautiful. Alfaya zijn nog een baslijn. Dus dat is het laatste waar ik misschien nog even naar ga kijken. Maar ik beloof niks. Die zegt ook namelijk, ik zie een videoclip voor me. Met zo'n camera op je hoofd. Waardoor het lijkt dat je op een wereldbol loopt. Ah ja, remember that trend 4 years ago? Ja, yeah, how about 20 years ago? Because I'm old, get it? Nee, maar echt. True, ik snap wat je bedoelt. Die 360 GoPros. Ja... Van die treinspotters. Haha, oh my god. Dat was zo fun. Oké, anyway. Clips. Clip talk. Clip talk. Too soon. Too soon. Wat ik wil. Kijk. Alfaya, we hebben natuurlijk gewoon eigenlijk die synth. Die doet al heel veel bas, right? Deze. Basically een bas. Dus. Denk eigenlijk dat de bas moet zijn. Haal je eruit filteren, low boosten, zegt Kuma. Kan. Ik heb die express een filter op die synth waar we kernel eerder. Dat kan ik wat terughalen. En ik kan natuurlijk letterlijk zeggen van, ik haal gewoon het hoog een beetje eruit. I can't with this beat. Hij is zo dope. Ik raak de hele tijd gewoon bijna een emo van dat die beat aangaat. Daar kan ik niet concentreren. Can y'all be a bit less inspirational, please? Because this is not... I can't work like this. Specialized. Sub-bass. How about that? Misschien kunnen we een beetje sub eruit halen.
erin stoppen bedoel ik eigenlijk. Uh-oh. Yep. Okay. We finally cracked the system. We overloaded. Dit is altijd de scary part. Mooi dat we ook gewoon de universe dwingen tot mij eindelijk die nieuwe laptop bezorgen. By just overloading this whole system. Ja, het begint nu echt heel erg traag te worden. Dat is ook een sign. Maar... is wel dope. Is wel dope. Oké. Okay. Ik haal die er even af. I think that was the killer. Boom. 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 Wauw. Ja, save wordt er geroepen. De Alfaya. En I did save. That's all good. Het is puur dat ik tegelijk met jullie aan het streamen ben. Dat mijn MacBook zegt van na 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 na. Maar we zijn safe. We zijn safe. Kan je Sint niet de bas maken? Yep, that's what I said. Ja, low booster. Ja, did. Oké, okay, good one. Give it some peace. Ja. Dus niet per se meer, maar just different. Beautiful, beautiful. I think this is it, guys. I think this is it. Kunnen jullie leven als we nu ophangen? I'm such a boomer. Ophangen. I'm so old. Nee, dat we dit dan maken. Dat we dit gewoon... dat we hier donderdag gaan verder gaan, want... oh, I don't want to ruin it. And maybe this is just the moment, man. We zijn rond. Die bas was mooi dat we even een moment van realization hadden van... wow, die hebben we eigenlijk al. Die klinkt nu ook wat beter. Ik ga hem nog één keer aanzetten. En dan neem ik afscheid van jullie. Ik zeg over en uit tot donderdag. Ja toch, Loco Marco. Beautiful, man. Hey, I love you guys. Jullie zijn amazeballs. Ik hoop dat jullie allemaal donderdag terugkomen. En... tell a friend, weet je. Als je iemand kent met een verhaal die dat kwijt zou moeten, die dat anoniem wil doen of whatever the fuck. Als je gewoon, weet ik veel, homies hebt die into big creation zijn of gewoon willen hangen, vibes willen zoeken in duistere tijden, dan fucking come back, ja. Yeah? Hele dikke tune, zegt Loco Marco. Thanks, man. Mad excited for the rest, zegt Alfaya. Keep coming back, because this is just the beginning. Dit is episode 3, was dit. Ja? Yeah? So, hey, see you Thursday, my guy. Ja, yeah, Kuma. Sowieso, man. Love you all. Ik ga hem aanzetten. En ik zeg, bless you. Ik ga er ook gewoon niet doorheen praten, ja? Yeah? Oké. Okay. Click the thing, follow. Do the notification. See you op Instagram, see you op YouTube. Let's enjoy. Beautiful chaos. Oh,
is Audi. Zie jullie allemaal donderdag. Later. You guys are amazing. Subscribe. Oh nee, follow. Okay, later. Peace.